nieuwe vlog. Oh, wat een drukke week was het, hè, vorige week. Met al die gekke dingen in de dierentuin en op het stadhuis. Maar we zitten nu in Vlaardingen. Yay. Ja! We zijn te gast bij de Omroep Vlaardingen. En dan mogen we een uur lang op de koffie bij. Ja, vertellen over het wintervariété. En ook nog gezellige kerstmuziek. Want buiten is het op dit moment echt... het is niet veel, hoor. En we worden zo goed verzorgd hier, hè. Lekker koffie erbij. Oh, heerlijk. Dankjewel. Drink ze. Ben je nou... Niet te dichtbij. Niet te dichtbij. Oh, lekker zeg. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Nou, cheers. Your eyes may be whole, but a story I'm told. Your heart is black as night. Your lips may be sweet, and I can't compete. Your heart is black as night. Zo lekker warm in de auto, dat was Vlaardingen. Omroep Vlaardingen. Ach, gezellig. Ja, is leuk. Ja. Uur lang. Erg leuk. Kopjes koffie en naast al lekkere kerstmuziek uitgezocht. Driving home for Christmas. Wij gaan nu driving home naar Rotterdam. Vanmiddag hebben we nog eventjes overleg met de uitvoerend producenten van het gebeuren. De laatste puntjes op de i. Dus dan hebben we een besprekingje in Rotterdam. Dan hebben we volgens mij zaterdag nog... Radio Capelle. Een promo optreden over het wintervariété. Dat is de laatste, denk ik. Dat is de laatste, want dan woensdag 20 december gaan ze de tent bouwen. Dan wordt die spiegeltent opgebouwd. En de spanning, ja, daar ben ik gewoon in. De spanning neemt wel een beetje toe, hoor, maar dat is wel. Het wordt zo leuk, weet je wel. En het wordt ook warm. Met kerst. Het wordt 8 graden. Dat vind ik zo fijn, weet je wel. Dan ook als publiek zijn, dan denk je, oh, ik heb een kaartje gekocht, ik ga er naartoe. En dan heb je weer sneeuw en glad ijzel. En oh, geen strooizout. Ja. Wat hebben we dan gewoon allemaal niet? Dus dan kan gewoon iedereen lekker op eigen kracht. Precies. Met zijn vrienden, weet ik het allemaal, wat naar die tent toe komen. Is het ook niet freezing? Nee, heerlijk. Kan je gewoon veilig in de auto stappen en naar ons toe komen. Precies. We gaan lekker naar Rotterdam. Het is een regenachtige middag. Het sluit allemaal zo mooi aan, hè, bij dat idee van... Oh jongens, de winter. Weet je, de werkelijkheid, ja, ik blijf het zeggen, is altijd anders. Ik denk dat het 5 minuten leuk is als het sneeuwt. Maar ja, al die andere minuten zitten we dan met de gebakken peren. Maar dat maakt niet uit. Altijd positief blijven. Daarom hebben we natuurlijk het wintervariété. Want daar is het dan in de winter wel echt leuk. Ik ben op weg naar... Annemarie van Rosmalen, van de Rosmalen Kliniek. Die heb ik een aantal jaren geleden leren kennen voor een tv-opname. Over botox en de mogelijkheden van dat je je huid conserveert of je gezicht conserveert. Hè. Stel je bent 35, dat je dan de rest van je leven de klok stilzet. En dat doet zij dan. Daar is ze dus de cosmetische arts voor. En met haar man loop ik af en toe hard. Het is een sportmaatje. En Annemarie is ook een van de gulle sponsors van het variété. En we gaan samen zo eens even kijken wat we kunnen doen. Zodat ik een beetje lekker fris de show kan doen. Ja, daar zijn natuurlijk de aangewezen persoon voor. Weet je, van die antioxidanten en een peelingje en... dan komt het allemaal goed. Ik zei altijd, maar ja, je geeft ook geld uit aan een nieuwe broek of aan de kapper. Maar ja, dat visitekaartje. Zetten, dat is dit. Nou, en van de kliniek door naar... RTV Rijnmond, want we hebben het voor elkaar gekregen om de show van het wintervariété op te nemen. En die bij het leukste station van Nederland met oud en nieuw uit te laten zenden. Maar er moeten natuurlijk wel even de contracten getekend worden.
Nou, daar gaan we dan. Spannend hoor. Dat vind ik wel leuk hoor, het oud en nieuw op televisie. En dat is hem dan, het contract. En dan denk je, oh, dat is vast een hele feestelijke aangelegenheid. Maar nee, ik teken hem en dan laat ik hem in een goed vertrouwen achter. Want ja, zo doe je gewoon zaken in Rotterdam. Dat is toch lekker, hè? Zo. Kijk eens even. Producent. En nu even door naar het Ronald McDonald familiehuis. Daar ben ik denk ik 4 weken geleden geweest voor TV Rijnmond, voor het programma Meelopers. En ja, ik had wel een klik met dat initiatief. En ik heb toen ook aangeboden van, nou ja, als ik wat voor jullie kan doen, je hebt mijn nummer. Dus dat gaan we ook zeker doen. En toen zei Natasja gelijk, de manager van het Ronald McDonald huis, joh, maar jij staat toch in de winterperiode in het museumpark, dus dan zijn we buren. En misschien is het leuk om voor de mensen die gebruik maken van het Ronald McDonald huis een actie te organiseren. Dat ze toch ook iets leuks hebben. Want als je in het Ronald McDonald huis zit, dan kan je er bijna wel van uitgaan. Even kijken, waar moet ik heen? Oh, hierheen. Dan kan je er bijna wel van uitgaan dat een van je eigen kinderen dan in het ziekenhuis ligt. Ja, en dat is natuurlijk op geen enkele wijze leuk voor wie dan ook. En die ouders kunnen dan toch een beetje thuis voelen. Pal naast daar waar het kind ligt. Dus ik ga nu flyers en posters brengen bij het familiehuis. Nou, we zijn er bijna. Nou, ik blijf het fantastisch vinden dat ze, nou ja, dat we wederzijds elkaars initiatief zo steunen. Dus ik ga ze even afgeven. Goedemiddag, kan ik je helpen? Ja, ik kom posters en flyers brengen voor Natasja, die er niet is, maar ze weet dat ik ze kwam afgeven. Ik doe voor u de deur open. Mag u naar de 7? 7, ja. Waar gaan we heen? Capelle aan den IJssel. En wat gaan we daar doen? We zijn uitgenodigd door de Omroep Capelle om, hoe kan het ook anders? Promo te maken voor het wintervariété. En dat is leuk. Oh, schakelen. Ja. Want we hebben met onze campagne ook 2 weken lang in Capelle gehangen met A0 posters. Dus er zijn hier ook wel mensen, misschien. Hè, je moet het altijd. Je weet het nooit. Je weet het nooit. Oh, je weet niks in het lekker. Laat zoeken van tevoren. Laat er een soeplepel in. Ja, die lepel, die soeplepel. We zitten weer aan de koffie, hoor. Heerlijk. Heerlijk. Zo. Nou, na de radio zijn we even naar huis gereden. Even gegeten, even gedoucht. Geschoren. Want vanavond treed ik op met Perry Zuidam in Schiemond. Dat is een klein wijkje. Zeg maar tussen de Kol en Delfshaven. Treden we vanavond op met ons gelegenheidsduo, de Kanjers. Dus het wordt een gezellige avond. Wat is het gezellig! Zo, en dat was het feestje in Schiemond. En ook mijn laatste reguliere klus van 2017. Want het is vanaf nu nog exact 1 week naar de première van Dave's Wintervariété. Dus de eerstvolgende vlog. Ja, daarin zien we dat de spiegeltent aankomt. Dat die opgebouwen wordt. Dat het hele terrein wordt aangekleed. Dat de cateraar komt en de tenten. En de artiesten komen natuurlijk her en der vandaan gevlogen. En dan 24 december is de première van de allereerste Dave's Wintervariété. Ik hoop jullie natuurlijk daar allemaal te zien. De première is bijna uitverkocht, maar dat hadden we al gezegd. Maar er zijn nog genoeg andere dagen tickets beschikbaar. En als je een Rotterdam pas hebt, dan zou ik zeggen, kijk goed naar de last minute e-mail die je binnenkort ontvangt. Want daar is daar precies hoe het werkt voor de Rotterdam pashouders. Nou, dat was hem dan, de vlog van deze week. Tot volgende week. En abonneer je, dat zou leuk zijn. Dan mis je nooit meer iets. Of een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Ga ik nu achteruit inparkeren.